Op dit melkveebedrijf in de gemeente Moerstraten in West-Brabant. Daar wordt in samenwerking met een tuinbouwbedrijf, klastuinbouwbedrijf, dat er naast is gelegen, wordt een grote biogasinstallatie gebouwd en gereed gemaakt voor gebruik. Ja, ik ben hier in een enorme silo, bestemd voor de vergisting van allerlei agrarische materialen. Er staat hier in de buurt ook een glastuinbouwbedrijf en een melkveebedrijf. En in eerste instantie zullen daar producten die afval zijn, hierin kunnen worden verwerkt. En andere producten uit de buurt, zoals maïs en dergelijke, om er een rendabel geheel van te maken. En deze silo is hoe breed zij is? Diameter 28 en 9 meter hoog. Een silo van 28 diameter, 9 meter hoog. En dan komt er natuurlijk straks nog een kap bovenop. Want het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat er regenwater in valt. Dit is één silo, maar er staan er nog twee in aanbouw. En die hebben een iets kleinere diameter. Ja, 23 x 9. 23 x 9. En dat alles dat zal dan in de loop der tijd, dat kan nog wel even aanlopen, denk ik, voordat het daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Eentje voor opslag, voor vergisting en na vergisting. Opslag, voor vergisting en na vergisting. En je zou hier ook eigenlijk een zangkoor in kunnen zetten, want als je dat hoort, ja. De galm is fantastisch. <Ja. laughs> Op dit melkveebedrijf waar deze biovergisting wordt gebouwd, wordt gemolken met een Lely melkrobot, voor zover we weten. En de koeien hebben dus zo te zien een vrije uitloop. Ze kunnen naar binnen en ze kunnen ook buiten extra eten krijgen ze in de uitloopwei. Dat staat daar. Maar het lijkt er nu op dat ze toch op een of andere manier allemaal naar binnen willen. Er zal wel een bepaald teken zijn gegeven zodat ze nu naar binnen gaan. Maar op dit bedrijf, niet alleen op dit bedrijf, maar ook op de tuinderij hiernaast, daar wordt dus die grote biogistinstallatie gebouwd. Men is er nog wel enige tijd mee bezig. Het wordt gedaan door het bedrijf Biodynamics uit België. Die zijn gespecialiseerd in deze zaken. Kijk, in de buizen die we daar zien liggen, die worden straks gebruikt om ondergronds naar de kassen op de achtergrond te worden gebracht om daar dan de grond te verwarmen en de warmte te gebruiken die door de biogistinstallatie wordt geproduceerd via een bepaalde omzetting, zodat de energie opnieuw kan worden benut. Je zou kunnen zeggen dat hij hier een soort zelfgemaakte welingssysteem heeft gecreëerd. Waarbij de koeien zelf hun eten pakken uit de gesneden kuilblokken die gereed zijn gezet. Een en al bedrijvigheid hier, vanwege natuurlijk de bouw van deze silo's. De silo die we nu zien aan de rechterkant, zeg maar, met de geelachtige kleur, die is klaar. Alleen klaar in zoverre, daar moet nog een dak op. Een afdekking. Er moet nog een kleurtje aan, afhankelijk van wat men hier in de omgeving wil. En de andere silo's, daar zijn de bekistingen kanten klaar, min of meer. En de silo helemaal aan de linkse kant, die is nog in opbouw. En dan komt er daarna nog een kleinere silo bij. En dan is de installatie, dus dan zijn de silo's voor ver gereed. Maar dan zijn we er nog niet, want dan komt er natuurlijk nog een heleboel bij kijken van
randapparatuur die het mogelijk moeten maken om de vergister ook daadwerkelijk goed te laten werken. Het glastuinbouwbedrijf dat grenst eigenlijk pal aan het melkveebedrijf. Het een stoort het ander niet en het een versterkt het ander, of ze versterken ze beide, komen ze samen hier in deze vergistingsinstallatie. Het is wel mooi om te zien hoe de koeien hier zich te goed doen aan de mais en aan de kuil. En dat allemaal in een zogenaamd open luchtsysteem. Het is wel mooi, hè? Alles wat hier nu straks uit wat de koeien hier nu naar binnen werken, dan komt er natuurlijk straks voor een deel weer uit in mest, urine en niet te vergeten melk. En dan de mest en de urine, dat gaat dan allemaal straks terug naar die silo's en daar komt dan weer energie uit. Een prachtige vorm van recycling. Alleen de vraag is natuurlijk wat het netto resultaat hiervan zal zijn. Wat is, als je alles zou zelf moeten betalen en uitrekenen, wanneer heb je dan een break-even moment? Dat is wel interessant om eens na te gaan. Het bedrijf Biodynamics, dat werkt zowel natuurlijk in België, maar ook in Nederland en Frankrijk. Ze zijn gespecialiseerd in dit soort werk. En ze hebben... Kijk hier op de stal, de koeien gaan in en uit, naar de robot en terug. En soms allemaal ineens gelijk en soms één voor één. Hangt er een beetje vanaf wie de kudde aanvoert.